Mijn naam is Amber Bindels. Ik ben 28 jaar. Ik zit bij Wij Staan Op. En Wij Staan Op zet zich in voor een toegankelijke samenleving. Kijk, toegankelijkheid is iets waar ik sinds Wij Staan Op heel bewust mee bezig ben. Maar eigenlijk altijd al onbewust. Omdat, zoals je kunt zien, heb ik deze rolstoel. En dan maakt het soms best moeilijk om ergens heen te gaan. Omdat je niet weet of het past, of dat er een trap zit. Of dat, ja, of het eigenlijk wel gaat. Dus toegankelijkheid en ontoegankelijkheid en alle grijze gebieden daartussenin spelen best wel een belangrijke rol in mijn leven. Ja, inclusie is eigenlijk gewoon, ik zeg altijd, ik heb een handicap, maar de omgeving beperkt mij. Dus ik kan er niks aan doen dat de omgeving niet op mij gemaakt is. Ik vraag aan andere mensen om de omgeving een beetje aan te passen. Of om hun houding een beetje aan te passen. Dat helpt vaak ook al. Zodat mijn handicap eigenlijk naar de achtergrond verdwijnt. Nou, allereerst wil ik zeggen dat het was heel leuk om in de werkgroep te zitten voor deze tentoonstelling. Omdat er vanaf het begin rekening werd gehouden met hoe mensen met een handicap de wereld kunnen zien. Want hoe ik hem zie is misschien niet hoe iedereen hem ziet, maar het is wel, het sluit iets beter aan bij andere mensen in een rolstoel. En het was voor mij heel fijn om te merken dat het een tentoonstelling zou gaan worden, waarbij ik van tevoren wist dat ik aan de kunst kon gaan genieten op een manier die ook de bedoeling was. Bij andere tentoonstellingen, omdat ik er bijvoorbeeld niet recht voor kan staan om er iets te zeggen, dan zie je het toch net iets anders dan de bedoeling is. Of weet ik veel, dan zeggen ze bijvoorbeeld, ja, als je er zo naar kijkt met deze lichtval, dan zie je dit. En dan, omdat ik dan vaak lager zit, dan is de lichtval net anders en dan kan ik het niet zien. En hier, ja, hier wist ik eigenlijk dat geen probleem ging zijn. Ja, werken met een architect was echt heel bijzonder, omdat ik eigenlijk zoiets nog nooit had gedaan en eigenlijk helemaal niet weet wat er architectonisch mogelijk is. Ja, ik heb zelf altijd het gevoel dat ik verder moet kijken, om te kijken hoe kan het wel. En ik had nu het gevoel dat er mensen waren die nog verder konden kijken. En dat was voor mij heel verfrissend ofzo. Ja, we hadden wel een aantal suggesties. Ik kan me herinneren dat er een soort van brug was in de expositieruimte. En er waren een aantal gedeeltes gesloten. En op de brug was een gedeelte open. Dus dan kon je eigenlijk heel het gebouw zien. Maar als je in een rolstoel zat, dan kon je niet over de reling heen kijken. Terwijl andere mensen dat wel konden en dan een hele mooie, heel mooi overzicht hadden over heel het gebouw. En ik geloof dat wij hebben aangegeven dat we ook graag eroverheen willen kijken. En dat de architecten toen hebben gezegd, oké, daar gaan we iets op bedenken. De meest ideale ruimte zou eruit zien dat je met meerdere rolstoelen in één ruimte past. En dat zeg ik omdat als ik bijvoorbeeld naar de bioscoop ga, dan is er één rolstoelplek. Dus als ik dan iemand mee wil nemen die ook in een rolstoel zit, dan lukt dat eigenlijk niet. Want ja, er is maar één plek. Dus dan is die eigenlijk al gemaakt op meer dan één rolstoel. En alles zit iets lager, zodat je niet de hele tijd nekpijn krijgt van het omhoog kijken naar waar de kunst is. En daarnaast is het een beetje breed opgezet, zodat je niet bang hoeft te zijn dat je de kunst aanrijdt als die ergens in een kamer staat. Ik zou willen zeggen dat dit niet een project is waarin je in je eentje over dingen moet gaan praten. Hier heb je echt meerdere mensen bij nodig, omdat je samen toch tot de meest creatieve oplossingen komt. Ja, dat zorgde er toch voor dat je allemaal iets bijdroeg aan het eindresultaat. En dat, ik denk niet dat dat iemand in zijn eentje zou lukken.